Dit ei in hartvorm leent zich perfect voor een origineel ontbijtje op bed en heeft net dat beetje extra. Wil jij zo ook iemand blij maken? Hier volgt een instructie. Het is letterlijk een eitje. Je hebt nodig een gekookt ei, een stuk karton, een stokje, twee elastiekjes. Het stuk karton kun je uit een pak knippen. Knip de hoek eruit zodat je een V-vorm krijgt. Zo dus. Oké, nu is het tijd om het eitje te koken. Om een goed hartje te kunnen vormen moet het ei echt hard gekookt zijn. Stel je wekker dus in op ongeveer 10 minuten. Zo, die is klaar. Nu is het belangrijk dat je het ei niet koud laat worden. Laat hem dus niet schrikken onder de kraan. Tijd om het ei te pellen. Pas op, het kan nog heet zijn. Nu gaan we echt beginnen. Om het ei in de vorm van een hartje te krijgen, pak je het stuk karton. Door de hoek in het stuk karton krijgt het ei onderaan een puntvorm. Om bovenaan de ronde vorm te creëren, druk je een stokje voorzichtig horizontaal tegen het ei. Je kunt als ondersteuning aan het uiteinde van het stokje twee elastiekjes binden. Zorg dat het stokje een aantal minuten tegen het ei aan blijft gedrukt tot het afkoelt en een hartvorm krijgt. Als het goed is, is de dooier nu ook een hartje. Als je hem doorsnijdt, krijg je een extra leuk effect. Om het af te maken kun je je ei op een broodje leggen en dan is je super originele ontbijtje klaar. Eet smakelijk!